Als je geeft is het goed, maar als je aan minder bedeelden geeft is het beter. Twee studenten van Nederland met Surinaamse roots hebben vandaag de daklozen van het resort La Tour bedacht. Ze hebben wat kleren meegenomen en de heren verrast met een haircut en een pedicurebehandeling. En ook met wat lekker eten. Omdat wij van mening zijn dat er een beetje, dat er niet genoeg aandacht wordt gegeven aan deze doelgroep. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden dat wij deze doelgroep ook extra in het daglicht wilden brengen. Om te herinneren van, weet je, deze mensen hebben ook wat hulp nodig. Ik ben nog nooit hier eerder geweest. Maar dan ook, komt er ook iets van dankbaarheid op. Want je weet dat ze het zullen appreciëren. Ze krijgen natuurlijk niet zoveel aandacht als dat zouden willen vanwege de problematiek erachter ook. En een gevoel van dankbaarheid komt er dan toch wel hoor. Ja. Omdat wij zelf jong zijn, proberen wij ook zo jongeren mee te betrekken van, om meer aandacht te schenken aan zulke doelgroepen. Bijvoorbeeld in Nederland zijn we ook al bezig met projecten om koken voor daklozen. Dat is iets wat we om de twee maanden doen. En dan gaan we met een groep van jongeren gaan we dan gewoon koken voor daklozen van Amsterdam. En dat soort projecten, dan trek je al jongeren bij om aandacht te geven aan dit soort doelgroepen. En hoe gaat dit voorgezet worden in Suriname als jullie straks terug richting Nederland gaan? Oh, we kijken nog naar de mogelijkheden. We zien dat de vraag groot is in Suriname, voornamelijk ook bij deze doelgroepen. Maar ook andere instellingen hebben aangegeven dat er vraag is naar goederen, kleding, eten, etc. Maar natuurlijk, we zijn nog studenten. Het is een nieuwe stichting. We moeten kijken naar onze financiële middelen, naar onze sponsoren. Dus het is nu moeilijk om te zeggen of we nog binnenkort een project in Suriname zullen doen. Of het aan het eind van het jaar zullen zijn. Maar we kijken naar onze sponsoren voornamelijk. Want daar komt het binnen. Ik ben blij dat ook studenten die hier hebben gestudeerd in het buitenland zijn. En als ze hier met vakantie komen, dit alleen maar uitleven. Maar ook iets sociaals terug kunnen doen. Dat is zeker sowieso goed. En ik moet zeggen, deze studenten hebben ons een paar maanden geleden zelf benaderd. En gevraagd wat ze eigenlijk zouden kunnen doneren. Dus is die listing ook gemaakt. Dus ze hebben voor Shelter La Tour, het is geen bureau dat geen thuislozen meer. Het is Shelter La Tour van PCS. En we hebben voor Shelter La Tour wat donaties gehad, ook voor het kinderpaviljoen. Van PCS is er kleding ontvangen. En we gaan zo meteen ook naar het shelter van PCS, waar ook personen zijn dan zonder vast en verblijf, die ook daar zo een donatie zullen krijgen. En hoe hard heeft PCS zulke donaties nodig, maandelijks? Ik zou misschien die vraag aan coördinator mevrouw Cotin laten beantwoorden, want zij is er dagelijks mee bezig. Maar sowieso, je moet begrijpen dat de populatie over wie het gaat, is ook anders zoals u en ik leven. Die leven op een andere manier en daar kan inderdaad heel wat kleding heel snel er doorheen gaan. Dus kleding, een knipbeurt, manicurebehandeling, is voor deze deelgroep niet iets dat ze regelmatig krijgen. Maar daar wij het kunnen laten doen, dan zullen we dat zeker laten doen. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Maar ik denk dat mevrouw Cotin best kan aangeven. Ja. Hij gaat die aanvullen. Hoe vaak zijn deze donaties nodig voor Shelter La Tour? Eigenlijk haast elke dag. Vooral kleding. De groep wordt groter. De groep wordt jonger. En dan hebben we echt elke dag kleren nodig. We hebben nu totaal hier om en bij 40 man. Gehaald van de straat. En degene die zichzelf komen aanmelden, dat kunt u voorstellen. Voor vandaag hebben we dan over de dag heen 80 man. Maandbasis, ik zal het doen voor elke dag. Overnachters hebben we dagelijks 30 tot 45 man. Nu. Dagelijks overnachting. Ze melden zich aan door de dag heen, dus vanaf 7 uur tot 4 uur heb je zo soms 20, soms 25 de hand af. Dus dat kunt u tellen. Nu vandaag zijn we ze gaan halen. Hebben we al 40 binnengehaald. Dus dan kunt u een berekening maken. Dus eigenlijk is deze doos kleren niet genoeg voor iedereen? Nee, voor nu niet. Maar het gaat wel helpen. Alle beetjes helpen. We zijn heel dankbaar. De straat.